Dag, mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve weegschaal voor februari 2021. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat er eens liggen. Kijk dan eerder naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus of dan wel je ascendant staat. Aan het einde van deze reading ga ik ook een antwoordenkaart nemen. Dus mocht je een vraag hebben die je met ja of nee kunt beantwoorden, wacht op het einde, dan krijg je het antwoord. Like, deel, abonneer, klik op het belletje, blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Het is volledig gratis, maar vertelt mij dat je met de boodschap resoneert. Daar ben ik heel dankbaar voor. Het sterrenbeeld met de meeste likes van deze maand worden volgende maand ook uitgekozen om als eerste gedaan te worden. Dus dan heb je er zelf ook wat aan. Volg mij ook op Facebook. Ik post daar iedere keer iedere dag oraclekaart en boodschap van het universum. De link vind je hier beneden, evenals de link naar mijn website, mocht je geïnteresseerd zijn in een privé-reading te boeken. We gaan eraan beginnen. De droom, orakelkaart van de Gaia Oracle. Er wordt iets onthuld, inzicht, doorbraak. De droom, luister naar je dromen, jouw intuïtie probeert je iets te vertellen, waardoor er een nieuw inzicht komt, misschien een doorbraak. Maanlicht, er is iets met de maan. Reizen, romantiek, kansen. We hebben de volle maan nu nog in januari, is de 28e. Een hele potente volle maan, een krachtige volle maan, want die zit in leeuw. Dus ja, luister naar je dromen, luister naar je intuïtie. Hou een boekje bij naast je bed, dat zodra je wakker wordt je die dingen kunt opschrijven. Hoe meer je dat doet, hoe meer je ook bepaalde dingen gaat herinneren. Want jouw intuïtie probeert duidelijk iets te vertellen. Wat als inzicht of dan wel doorbraak gaat voelen. Dus we gaan even zien waar de tarot je verder over te vertellen heeft. Ik zal vier kaarten nemen. De eerste kaart is je energie op dit moment. De tweede is de uitdaging. De eerste is al binnen. Oei, dat is te veel. Wat is de uitdaging? Alsjeblieft van mijn lieve weegschaal. Hoeveel uitdaging heeft iemand nodig? Dat is de uitdaging alsjeblieft van deze situatie in februari 2021. Dank u. De overwinningskaart. Dan hebben wij het advies van het universum als derde. Wat is het advies? Hier is echt wel een half dek naar beneden gevallen. Dat valt mee. Ik heb het een half nog kunnen tegenhouden. De uitdaging. Ervoor gaan, de zeven van staven. Oké, al twee zevens. En wat is dan de uitkomst alsjeblieft? Voor mijn lieve weegschaal, februari, de drie van pentakels. Dus we hebben pentakels en staven. Het kan dus op materieel niveau zijn. Passie, vurig, gaan staan voor waar jij, vechten voor waar jij voor staat. Opkomen voor jezelf. Onder op het dek, de hoogpriesteres, visenergie. Dit spreekt absoluut over intuïtie. Dit is iemand die eigenlijk van binnen, omdat zij zo in contact is met de hogere zelf, met het universum, weet zij van binnen eigenlijk hoe het in elkaar steekt. Zij weet eigenlijk alles. De hoogpriesteres weet het allemaal. Spreekt het niet per definitie uit, maar ik voel wel dat het een uitdaging voor jou gaat zijn om de communicatie open te gooien, want je weet het, intuïtief met de maan. Intuïtief weet je iets, misschien wel heel veel. Nu is het misschien nog zaak om het uit te spreken. We gaan het zien. In de huidige energie hebben wij de zeven van pentakels, een afwachtende houding. Je hebt zaadjes geplant, je hebt energie ergens aan gegeven, je bent iets. Hard werk heb je geleverd. Nu zet je een stapje terug. Inventariseren. Waar gaat dit heen? Groeit het waar ik wil dat het groeit? Wat laat ik doodbloeden? Waar ga ik meer energie in steken? Dus inventarisatie, strategie bepalend. Even pauze. Even pas op de plaats. In de uitdaging hebben we de zes van staven. Dus de overwinning. Deze is op het paard gesprongen. Krijgt ook de erkenning die hij of zij behoort te krijgen.
Ja, daarvoor heb je de 5 van staven. Dus dat spreekt vaak over een intern conflict of dan wel competitie, concurrentie. Hier heb je het overwonnen. Dan wel dat intern conflict of dan wel de concurrentie. Dat gevoel van, ik moet vechten voor waar ik sta. Maar het is een uitdaging om dat te overwinnen. Dus we gaan het zo meteen even verder verklaren. Want inderdaad, het advies is, sta in je kracht. Durf het aan te vechten, durf te zeggen, uit te spreken wat jouw waarheid is. Er zijn obstakels op de weg, maar niks wat jij niet aan kan. En de uitkomst is de 3 van pentakels. Dit kan spreken over samenwerken, dus het kan absoluut op werkniveau zijn dat je voor een bepaald conflict of dan wel een iets met collega's dat een beetje lastig loopt, wat op dit moment even een beetje tot een stilstand gekomen is, maar waardoor er aan het einde, als je het wel aangaat, de samenwerking weer goed gaat verlopen. Dit kan, ja, door de pentakels denk ik aan werk, maar dat hoeft het zeker niet te zijn. We gaan het zien. Ik ga dat verklaren met de Modern Witch Tarot. Alle tarotdekken die ik gebruik zijn beneden in de beschrijving terug te vinden. Ik wist het. Conflict. Intern conflict, de 5 van staven. Of dan wel concurrentie, strijd. De 3 van zwaarden. Dit kan ook over een relatie spreken. Mag ik alsjeblieft nog een kaart ter verduidelijking van deze huidige energie van de 7 of 2. Oké dan. De gerechtigheid en de hierofant. Wauw. Als we het hier over een relatie hebben, is dat wel een hele krachtige spirituele connectie zelfs. De hierofant spreekt over de officiële kant van de zaak. Dat kan de maatschappij, de samenleving, de structuur waar je in werkt. Of dan wel een huwelijk zijn. Iets stabiels, iets tastbaars. Spreekt ook over je hogere zelf. Leeuwenergie, helemaal niet. Stierenergie. We hebben de 3 van zwaarden. Dit spreekt over het pijnlijk iets, hè? Het kan spreken over een, voor sommigen ben je nu aan het contempleren of jij een bepaalde relatie, een bepaalde langdurige relatie beëindigt of dan wel voortzet. Dat hoeft niet, dus dat kan ook een samenwerkingsverband iets beëindigen, iets wat vermoeiend, pijnlijk. Je zit in een intern conflict daarin. Je weet even niet welke kant jij op moet. Ergens weet je wel dat je een beslissing moet nemen met de gerechtigheid, weegschaalenergie. Daar ben je. Je weet dat je een beslissing moet nemen wat klopt tussen je hoofd en je hart. Wat het juiste is voor jou. Gerechtigheid is voor jou. Maar dat intern zit dat nog een beetje in conflict. Ik bedoel, hebben we hier wel toch alle twee zo. Wacht eens even, we moeten hier een beslissing voor nemen. Het kan dus inderdaad het beëindigen van iets zijn of iets wat toch een beetje pijnlijk eruit ziet. De 8 van staven onderop, geen communicatie of juist veel communicatie. Is er inderdaad, op het werk kan dat absoluut concurrentie, strijd zijn. Is er jou iets aangeboden geweest en of moet je vechten voor jouw positie binnen het bedrijf, maar weet je niet of je daar nog je energie verder in gaat steken, want er is toch iets wat moeilijk en pijnlijk eruit ziet. Dus dat dit de overwinning, dat een uitdaging voelt, dat je misschien niet ziet of dit wel überhaupt overwonnen kan worden of dat het beëindigd moet worden, wat het dan ook is. Verklaar deze 6 van staven alsjeblieft in de uitdaging. De 2 van staven. Veel vurige energie hier. Ramboogschutter. Kom er wel. Mag ik nog een kaart alsjeblieft verklaren? Deze overwinning, de uitdaging. De 2 van zwaarden. En de 2 van staven. Ja, dat je inderdaad in een dubio zit. De duivel en de koning van pentakels. Koning van zwaarden onderop, beslissing nemen. Die weet wat hij wilt.
En die gaat ervoor. Maar hier in die uitdaging, ja, we hebben dus hier al twee tweeën. De tweeën spreken over balans, partnerschap, evenwicht. Deze is zijn horizon aan het verbreden, plannen aan het maken voor de toekomst, maar eigenlijk ja, wel een andere kant op voor mijn gevoel. En deze is emotioneel afgesloten, rationeel zit hij helemaal in de knoop, ziet ook niet hoe de toekomst eruit ziet. Dus het zijn hele tegenstrijdige energieën. Precies het gevoel vast te zitten. Het niet zien, het ook niet voelen niet meer. Dat, ja, de twee van zwaarden, daarna komt de drie van zwaarden. Het einde van iets, want je voelt het niet, je ziet het niet, je ziet er geen toekomst in. We hebben de koning van pentakels. Dit, stiermaag, steenbok energie. Dit kan een baas representeren, een autoritair figuur. Wel een lieve, wel een goeie. Dit kan jij ook zijn die materiële zekerheid wilt vasthouden of wilt creëren. Voor mij is dit wel een goede leider. Deze iets minder. Deze is wat rationeler, koud. Doet wat hij moet doen. Maar het is niet per se met veel liefde voor de personen of de zaak. De koning van pentakels wel. Het kan absoluut spreken over een promotie. En het kan ook spreken over een partner. Man of vrouw, hè, maakt niet zoveel uit. Maar dit is wel iemand die stabiliteit biedt. Die jou een bepaalde financiële en materiële stabiliteit geeft. Die je precies moeilijk vindt los te laten. Want we hebben hier ook de duivel. Dus mocht het binnen een relatie zijn, is er een verbinding die wat... Ja, deze zijn verbonden met elkaar met kettingen. Dat is niet super... Dat is niet de manier natuurlijk. Dat is niet de beste manier om lief te hebben. Dus dat is gebonden zijn aan elkaar. Misschien voor de verkeerde redenen. Voor de materiële redenen. Of voor... Ik begin ineens te begrijpen wat het intern conflict wel is. Het kan spreken over ongezonde verhoudingen. Ongezonde relaties. Ongezonde gebruiken. Is er iemand die verslaven... Het kan spreken over verslavingen. Het kan spreken over... jaloezie. Iets ongezonds. Dus binnen deze dan wel samenwerking of verbinding met iemand is er iets heel ongezonds. Ik kan ook spreken over angsten die je tegenhouden om die stap te nemen. Om dat los te laten die... Ja, voor sommigen kan het absoluut zijn dat het moeilijk is om uit angst voor die stabiliteit kwijt te raken, iets los te laten wat niet meer voldoeninggevend of niet meer goed voelt, wat misschien toxisch, ongezond is. Er is heel veel intern conflict daarin. Van de ene kant wil je je horizon verbreden, wil je wat anders, maar je ziet niet hoe. Dus wat is dan die... Het advies alsjeblieft. Daar hebben we de juiste koning. Heel veel mannelijke energie hier. Het kan zijn dat jij inderdaad in je mannelijke kracht staat. Die van actie, die van ondernemen. De koning van staven is absoluut een hele goede leider. Dat is de beste leider. Want die doet het vanuit passie voor de zaak, vanuit passie voor de mensen. Mag ik alsjeblieft nog een kaart om dit advies te verklaren, alsjeblieft? Dank u. De keizer onderop, dat is de meest mannelijke kracht die je maar kunt hebben. Wat ik wel grappig vind, is dat de hoogpriesteres representeert eigenlijk het perfecte evenwicht tussen het vrouwelijke en het mannelijke binnenin haar. Hem of haar. Ik voel hier heel veel mannelijke energie. Dus het voelt precies alsof het... Misschien zit je in je vrouwelijke energie.
die ontvankelijk is, openstaat, gevend is, soms te veel. Of dan wel, het is ook heel creatief, hè? Dat is de vrouwelijke kracht, is de kracht die ideeën heeft, die inzichten heeft. Wat ik zeg, heel creatief, maar je hebt de mannelijke kracht nodig om het ook uit te voeren. Dus februari wordt jou precies ook gevraagd om in die mannelijke kracht te zitten, om je uit te spreken, om de actie te ondernemen, om dat bepaald intern conflict of concurrentiestrijd aan te gaan, te vechten voor waar jij voor staat. Want we hebben dus hier, wat ik al zei, de koning van staven, ram, leeuw energie. Vurig, gepassioneerd, een goede leider. Dit kan iemand die jou steunt, een manager zijn of een partner zijn die jou steunt. Of moet je dat gevecht aangaan met deze koning? Er waren ook geen koningen niet meer beschikbaar om de partner te representeren. Want we hebben hier ook wel de 10 van pentakels. Dit is de gelukkigste kaart van de kleine arcane. Hier heb je materieel. 10 pentakels is het summum. Je hebt iets bereikt in het leven op materieel niveau waar je heel blij mee kan zijn. Dit is ook gezin, dit is familie, dit is emotionele en materiële stabiliteit, geluk. En we hebben de 4 van pentakels. Een beetje stug vasthouden, wat ik al zeg, heel veel pentakels hier. Stug vasthouden aan de stabiliteit die je hebt opgebouwd, aan de manier waarop je denkt, vasthouden. Ik krijg wel het gevoel dat je moet vechten. Binnen een connectie krijg ik het gevoel dat je moet vechten voor hetgeen wat je hebt opgebouwd. Je moet vechten dat het wel... Vechten voor deze connectie. Vechten voor deze koning, als jij dit niet moet voorstellen. Vechten voor wat jij vindt, waar jij naartoe wilt, wat jij waard bent. De koningin van staven daaronder. Ja, binnen een verbinding, een relatie, een partnerschap, is het wel een hele sterke partnerschap. Ik blijf het voelen inderdaad als echt wel vechten voor waar jij voor staat. Jij weet intuïtief wat je wilt. Wat je waard bent. Nu is het nog zaak om inderdaad, ook al zijn het obstakels, maar ik zeg, je staat erboven. Vecht het aan. Vecht voor waar jij recht op hebt. Vecht voor deze overwinning. Als iets onrechtvaardig of onterecht voor jou gebeurt op dit moment, met gerechtigheid zou dat kunnen. Het voelt niet juist, het voelt niet rechtvaardig. Vecht voor wat wel rechtvaardig is voor jou. Spreek je uit. Het is goed om het te weten dat het onrechtvaardig is. Nu moet je het nog uitspreken. Wees daarin in je mannelijke. Weet wat je waard bent. Spreek je uit. Want wat je hebt opgebouwd, heb je ook recht op. Wat ik zeg, binnen een connectie krijg ik wel het gevoel dat je moet vechten voor die verbinding, voor die connectie. Want het ziet er niet verkeerd uit met het team van pentakels. Laat me zeker weten of dat voor jou resoneert. Wat is dan de uitkomst alsjeblieft met de 3 van... Dat zijn dus te veel. Dat zijn dus ook wat veel, maar allerlei dan. Onze assistent is er ook weer bij. Wat heb jij hier? Van alles. We hebben de 9 van staven. Dit is de wounded warrior, de gewonde strijder. Het heeft heel veel moeite en energie gekost om tot hier te komen. Deze is voor mij ook een beetje angstig. Nou oké, er gaat nog een staaf komen, want anders, we moeten naar de 10. We moeten een cyclus afronden hier.
Wat gaat er komen, in godsnaam? Dus die is wel een beetje angstig. Maar staat daar wel. Die staat daar wel. Ik maak er zelf al een rommeltje van. Daar heb ik jou niet voor nodig. We hebben ook de 10 van zwaarden. Everything is fine, staat hier. Dus wat dit ook voor jou representeert. De pijn die dit moet representeren, wordt hier wel mee beëindigd. Het wiel gaat keren. Einde van de cyclus, begin van iets nieuws. Je hebt hier iets bij geleerd dankzij deze connectie. Dankzij het feit dat je voor jezelf bent opgekomen. In je kracht bent komen te staan. Kunnen jullie, of het nou binnen een samenwerking is, of binnen een relatie, of binnen in de familie, het vrienden. Kunnen jullie een cyclus negatief iets achterlaten. Iets wat er best wel pijnlijk en vervelend uitziet. Vermoeiend op zijn minst. Maar het is tijd dat het tij keert. Dit is ook wel echt wel goddelijke timing. Het heeft zo moeten gebeuren. Het komt wanneer het moet komen. Niet wanneer per se wij daar behoefte aan hebben. Maar volgens mij moet je daar zelf inderdaad nog een stap voor maken voordat het universum denkt, ja, oké, nu zijn we klaar om iets te beëindigen. En op een andere manier met elkaar om te kunnen gaan. Op een evenwichtigere manier. Binnen een relatie zou het kunnen zijn dat je dan inderdaad meer als een team functioneert richting hetgeen wat je wilt in de toekomst. Samen die kant op gaan. En we hebben de hermiet, maagdenergie. Dit is inzicht. Dit is doorbraak. Dit is het licht naar binnen keren, waardoor je nieuwe inzichten krijgt. De soul search kaart. Diep in je ziel gaan zoeken naar, oké, hoe kunnen... Wat bindt mij eigenlijk zo op een negatieve manier? Je gaat daar... Ook al krijg ik wel niet zozeer het gevoel dat het terugtrekken is, als wel de inzicht te krijgen, die doorbraak door dat je voor jezelf gaat vechten en kiezen voor wat jij, wat juist en rechtvaardig voor jou is. Ga je tot nieuwe inzichten komen binnenin jezelf? Gaat er een inzicht, een doorbraak, iets onthuld worden? Intuïtie, je weet het. Wat jij wilt. Je weet wat je waard bent. Nu is het tijd om op te staan en daarvoor te durven vechten. Geef niet op doorzettingsvermogen. Ik ben benieuwd hoe dit voor jou resoneert. Hoe dit voor jou praktisch uitpakt. Mag ik... Dat zijn dus wat veel. Mag ik nog een... Afsluitend advies van het 11e tarot, alsjeblieft. Dat zijn dus weer 4. Dat zijn dus nog meer. Nee. Alsjeblieft nog een afsluitend. Ja, ze willen spreken, maar boekdelen. Evenwicht. Neem ieders bijdrage mee in je beslissing. Combineer verschillende gezichtspunten en creëer zo de betere oplossing. Neem de tijd, er is geen reden voor te haasten. De 3 van lente. Plan je volgende stappen. Ja, dat is dit wat hierna komt. Met de lange termijn in gedachten. Wees geduldig, er volgen nog meer fijne dingen. Voldoening over je uitstekend werk. En daar heb je recht op om ook die erkenning te krijgen. Dat als het dan over werk gaat... De erkenning te krijgen voor hetgeen wat jouw bijdrage is, wat jou toe zou moeten komen met alle energie die je erin steekt. De 2 van kelken. Verliefd worden of een serieuze verbintenis met iemand aangaan. Vergeving en de oplossing van een probleem. Geef niet op, je relatie kan worden geheeld.
En de prinses van winter, de schildknaap van zwaarden. Informatie die je kan helpen, maar die misschien moeilijk is om te horen. Vriendelijk de waarheid zeggen, een indigo kind of volwassene. Ja, je waarheid uitspreken. Dat er bepaalde waarheden met de gerechtigheid inderdaad naar boven komen. Waardoor je even niet weet welke kant het op moet. Uiteindelijk vecht voor waar jij waard bent. Jij weet wat juist is voor jou. Luister naar je hart, intuïtieve inzichten waarop je kunt vertrouwen. Voor anderen zorgen, misschien niet te veel. Oké. Dan heb ik nog een antwoordenkaart. Dus mocht je nog niet een vraag die je met ja of nee kunt beantwoorden hebben bedacht, zet de video anders even op pauze. Want het antwoord komt nu. Oei. Nee. Het antwoord is nee. Ik hoop dat het het antwoord is wat jij hoopte. Maar het antwoord is nee. Ik wens je heel veel moed en doorzettingsvermogen om een situatie te helen die geheeld kan worden en moet worden. Spreek je uit op een vriendelijke manier, maar spreek je uit. Blijf bij je eigen waarheid. En dan komt het allemaal goed. Ik wens je een hele mooie februari 2021. Ik heb voor het hele jaar 2021 ook voor ieder sterrenbeeld een jaarreading gemaakt. Mocht je die nog niet gezien hebben, je zou een link moeten komen naar die readings. Wie weet zit daar voor jou ook een boodschap. Ik dank je wel voor het kijken. Like, deel, abonneer mocht je hiermee resoneren. Resoneert het niet, kijk misschien dan naar het sterrenbeeld in jouw maan, jouw Venus of dan wel je ascendant. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.